Claudia Beumer is ruim een half jaar directeur van woningstichting Sint-Joseph. Hoe kijkt ze terug op deze periode? De forse vertraging in de renovatie van de Klokkenbelt komt natuurlijk ook aan de orde. Ik kijk met een enorm goed gevoel terug. En dat heeft te maken met de warme ontvangst wat ik heb gehad. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Ik heb hele gedreven collega's aangetroffen. Een betrokken huurdersadviesraad, een betrokken raad van commissarissen. Dat geeft mij een goed gevoel bij de opgave die er ligt, wat we samen te doen hebben. Maar ook met de partners, de gemeente, zorgpartijen, de aannemerij. Maar ook met collega Beter Wonen hier in Almelo. Dus ik kijk heel positief terug. U bent de brenger van goed nieuws, want er gaat iets gebeuren met de Klokkenbelt. Ja, dat is zeker heel goed nieuws. Daar zijn we heel erg blij mee. De transformatie van de Klokkenbelt die gaat plaatsvinden. Op korte termijn beginnen we dus. En het heeft even op zich laten wachten, maar we zijn zover. Wat was nou de reden voor die forse vertraging? U noemt het forse vertraging en in vele ogen zal het ook zo worden ervaren. Maar als je kijkt naar die vastgoedwereld, dan zijn dit soort projecten, dat kost gewoon veel tijd. Soms moet er programmatisch iets aangepast worden, soms gaat het over geld. Dus uiteindelijk duurt het langer dan je wellicht gehoopt had, maar we zijn er. Kunt u één ding noemen waar het op vast zat? De aanbesteding, daar is mee begonnen. Dat kostte veel tijd en dat leidde niet tot resultaat. Ja, dan moet je altijd weer even gaan schakelen, want het is op dit moment best wel een gespannen markt. Hè? Dus je hebt niet zomaar een andere partij bij de veten die dan aan de slag kan gaan. Dus daar hebben we kritisch naar gekeken. We hebben gekeken naar partijen die dus en kwaliteit hebben en capaciteit hebben, maar ook ervaring hebben met dit soort transformaties. Nou, die hebben we gevonden in de gebroeders Meijer uit Raalte. Daarmee zijn we in gesprek gegaan en daarmee hebben we ook een goed resultaat over en weer weten te realiseren. Dat is niet de enige partij. We hebben het ook te maken met bijvoorbeeld de partijen zoals Winkels. Die doet bij ons de installaties. En ook daarmee hebben we overeenstemming bereikt. Het belooft een fantastisch geheel te worden. Enerzijds heeft het pand een nieuwe functie. En dat is het gezondheidscentrum. Waar huisartsen komen, waar fysiotherapeuten komen. Waar een apotheek komt. En nog allerlei andere partijen die daaraan kunnen deelnemen. Dus dat is heel erg mooi en uniek. Daarnaast komt Interact Contour, die gaat mensen behandelen met een niet aangeboren hersenafwijking, zowel intramuraal als extramuraal. En we hebben daar ook nog de reguliere woningen die wij verhuren aan mensen met een seniorenlabel. Nou, het streven is om het af te ronden in het eerste kwartaal van 2020. En dat als er geen gekke dingen naar voren komen, dan gaan we natuurlijk vanuit dat het niet zo is. Dus een ruim jaar zeggen we dan. Ik sta hier bij de directeur van UNICEF. Wat voert die directeur hier naar Almelo vandaag? Nou, deze 40ste UNICEF-loop. En dit is zo fantastisch dat dit voor de 40ste keer wordt georganiseerd. En dat er zoveel kinderen zijn en zoveel vrijwilligers die dit mogelijk maken. Dat het wel de moeite is om dit feest te komen vieren. We hebben prachtig weer, dus alles zit ons mee. Maar het is absoluut de moeite waard om hierbij te zijn. En het enthousiasme van iedereen te zien, van de kinderen. En allemaal voor UNICEF. En dat zijn we natuurlijk, daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, want bent u al lang directeur van UNICEF? Ja, ik ben begin vorig jaar begonnen, dus bijna 2 jaar. En ik probeer eens in zoveel tijd ook inderdaad activiteiten met vrijwilligers mee te doen. Of te gaan kijken wat er gebeurt, want er gebeurt in het land heel erg veel. En inzet van vrijwilligers en betrokkenheid van vrijwilligers is voor UNICEF van wezenlijk belang. Dus ik draag dat een ontzettend warm hart toe en daarom ben ik graag hier. En wat is bijzonder in Almelo hier? Nou ja, het enthousiasme. Als je ziet hoeveel mensen hier stralend en met energie bezig zijn. Ik hoor net dat 75 mensen gewoon vrijwillig hier vandaag bezig zijn om die 500 kinderen door een mooie middag heen te helpen en dat allemaal te organiseren. Dat is echt bijzonder. Dat zie je niet overal en daar mogen ze hier wel een pluim voor hebben. En daarbij is ook niet onbelangrijk, heeft het ook al heel wat opgeleverd voor UNICEF dat het hier gelopen wordt?
Nou ja, zeker als je, we zaten net even te tellen, als je over die 40 jaar kijkt, denk zo'n gemiddeld 10, 11, 12.000 euro per jaar. Dat praat je over enorme bedragen in een optelsom. En dat heeft de gemeenschap van Almelo toch wel mooi bijgedragen aan UNICEF en dus een heleboel kinderen in de wereld. En ik denk dat hier iedereen daar waanzinnig trots op mag zijn. Hoe lang ben jij al betrokken bij deze organisatie? Dit is denk ik mijn 6e of 7e jaar dat ik hier ben bij betrokken. En wat maakt het zo bijzonder? Bijzonder is, nou, dat zie je hier, hè? Gewoon zoveel enthousiaste kinderen die meedoen en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. En ja, dat je in zo'n korte tijd zoveel geld kunt ophalen voor een goed doel, ja, is geweldig. Heel erg mooi. En ja, het weer is natuurlijk jullie heel erg goed gezind. En zijn er nou meer kinderen dan andere jaren? Nee, ik denk dat het wel ongeveer hetzelfde aantal is. Door het mooie weer merken we wel dat er nog meer mensen extra komen. Ja, die kunnen een dagkaart halen, dus ja, is geweldig. Dat is alleen nog maar weer extra opbrengst, hè? Extra opbrengst, ja. Dus dat, ja, daar doen we het voor. Het is de week van het water deze week en ook volgende week nog. Water is gewoon een heel belangrijk thema. En het is goed dat de jeugd kennis maakt met ook alles wat er onder de grond gebeurt. Want iedereen wil droge voeten houden. Tegelijkertijd maakt onbekend ook onbemind. Dus in mijn korte toespraak net had ik het er ook al over. Van, weten jullie wat er gebeurt als je de wc doortrekt bijvoorbeeld? En, nou, er zit best wel wat onbekendheid. En het is ook gewoon goed om op een leuke en laagdrempelige manier hier in het Huis van Katoen en Nu. Wat ook gewoon waar iedereen binnen kan lopen om kennis te maken met wat er hier aan de tentoonstelling staat. Om te zien wat er met het water gebeurt. Ja, onder de vloer, het is één vraag, hè? Overal zit grondwater, hier zit ook grondwater. Ja, we willen graag werken aan jong geleerd is oud gedaan. En we hebben het idee, de educatie voor zeg maar jongeren, dat dat ons helpt voor de riolering. Ja, de kinderen gaan ermee naar huis, gaan erover praten, zeg maar, vertellen er wat over. Nou, het is ook een mooie tentoonstelling om ook voor andere mensen, om gewoon te zien wat er allemaal onder de grond zit. We hebben iets van 350 miljoen hebben we onder de grond liggen. Wat heel veel mensen helemaal niet weten. En ja, je kunt het gewoon hier ook zien. Ja, waar gaat het over? Waar doen we het voor? Dus, ja. Want wat kunnen de kinderen en wat kunnen mensen hier gaan beleven of gaan zien of gaan doen? De mensen en de kinderen die kunnen hier zien, zeg maar, hoe het rioolstelsel werkt. Ja, je kunt een spel doen. Hier de jongens zijn hiermee bezig. Zijn aan het kijken van of de buizen zijn aangetast. Dat kun je zien. Je kunt iets zien van ratten. Ik moet het zelf ook nog even ontdekken. Het is een tentoonstelling die door RioNet ter beschikking wordt gesteld. Die kun je als gemeente inhuren. Nou, dat leek ons hartstikke goed idee om dat hier te doen. Een mooie locatie hier, dus ja. Ik denk dat ik zou iedereen zeggen van kom hier langs. Dit is één vlag, een veranderde oude Sovjetvlag die ik gemaakt heb. Ik heb er 15 stuks van laten maken tijdens mijn verblijf in Sint-Petersburg in Rusland. Ze zijn dus in Rusland zelf gemaakt en mijn ontwerp was het rood te laten veranderen in zwart. En te kijken of dan de betekenis van de vlag nog hetzelfde was, of het nog een Sovjetvlag was, of dat het eigenlijk toch een heel andere betekenis of betekenissen zou kunnen krijgen. Het gaat er mij om, wat zijn vlaggen, wat voor betekenis hebben ze, en dat die belangstelling voor de vlag, en vaak verbonden aan de identiteit van een land, een cultuur, dat heeft mij getriggerd door een Cyprus, dat is gescheiden, je hebt een Turks en een Grieks gedeelte, en er was in het midden, op het neutrale gebied, was er toch een Turkse vlag. En er was een Griek, die vond dat maar niks. Een jongen, die klom de vlaggenmast in en wilde die vlag weghalen. Maar die werd dus door een Turkse soldaat naar beneden geschoten en is later overleden. En ik vond dat vrij dramatisch. Ik dacht van, nou, dus die betekenis van die vlag is zo groot, zo hoog,
voor deze beide mensen en die beide culturen, dat men daar mensen elkaar voor doodschieten. Een collega kunstenares uit Israël, die heeft ooit eens als een soort reactie op het nationalisme van haar eigen land, ze is een Israëlische kunstenares, maar heeft zij nogal radicale performance gegeven en is zij op de Israëlische vlag gaan schijten, poepen. Wat tot gevolg had dat zij, ik geloof, 2 of 3 maanden de gevangenis in kwam. Dus daar was ook weer de betekenis van die vlag zo sterk aanwezig dat er een rechter aan te pas kwam om haar voor deze, ja, misschien wat ongepaste, rare actie van haar, maar toch een kunstenaarsactie, om haar het gevangen in te brengen. Maar ik ben ook zo blij dat ik jou heb Dit gietstenen beeld van Jannie Brugman is van 1973. Het beeld is door de NMB, nu ING, aan de gemeente Almelo geschonken en werd door toenmalig burgemeester Schneiders gebruikt om het kantoorpand ceremonieel te openen.